Klaar. En meteen een mooie start. We zien hem ons duinen in 3. De B-junioren. En wie gaan er mee? Ik zie de atleet uit IJsland, Christian Dunne, onlangs tot 4. En de start nummer 82, de winnares in deze serie, Nadine Broersen. En de klok staat stil op 14.05 van Canada, maar ook lid van AAC 61 in Assen. In 6, Rosina Hodde staat tweede op de ranglijst van dit jaar met haar 13.71. Ze won al in Lissen. In 7, Judith Vis. NK vorig jaar zilver en in 8, Nicole Kronenburg SFV met een PR van 13.84. Uw aandacht voor de A-finale, 100 meter horde vrouwen. Op uw laatste. Een ontzettend mooie start. Laura, Sharona, Ellen, Femke, Susan, Rosina, Judith en Nicole. En we kijken naar 3, we kijken naar 6, Rosina Holle. En we kijken naar 3, Helene Westerlund. Helene Westerlund, Femke van der Meijer, Rosina Holle. 13.49, officieus winnende tijd. En de wind is klaar. En meteen een mooie start. David Marta in 1. Kijk eens, daar komt hij al naar voren. En we zien in 7, Brian Vriend. En dan in 4, Tjendo Samuel. Tjendo Samuel, jawel, 1 Tjendo. We kijken naar de klok, 14.52. En de beste van Nederland op die 110 meter horde. We zien Mike van Vruchten in 3, Gregory Sidok in 4. Marcel van der Westen in 6, limiet 13.61. Gregory Sidok, Mike van Vruchten, Marcel van der Westen, Erik Nederland. Kijk eens even, Gregory, Marcel, Mike. 13.63 is de officieus winnende tijd. Maar ik denk zelf dat ik straks... Als de wind hetzelfde blijft richting 1360 wel. Maar ik heb eigenlijk, dat is op tijd, nooit zo hard gehoopt. Ik heb nooit 1360 gehoopt. Altijd in de 1365. Dus wat dat betreft, vind ik natuurlijk wel weer spuffig dat ik straks heb. Ik zal zeggen, de wind al nemen. Dat is een keer geleden hoor. Op uw plaatsen. Klaar. De koningin van de hoofdjacht en jullie 13.61, dames en heren.